Goedemorgen allemaal. Ik ben Marcel Kesselring. Ik ben werkzaam bij Innofun. Innofun is in Breda. En daar hebben we een prachtige omgeving, genaamd het ILAB, waar wij scholen, besturen, directies, leerkrachten helpen, begeleiden, samen leren hoe om te gaan met sociale media. En wat wij ook gewoon zien is hoe je met sociale media omgaat, is dat het als een stortvloed over scholen heen komt. En dat eigenlijk, waar beginnen we nu eigenlijk? Tablets, iPads, ICT. Dus wat wij proberen is eigenlijk daar om wat meer structuur in te geven. En daarvoor hebben wij een whitepaper gemaakt. Waarin staat beschreven het klavertje 4 model. En de basis van het klavertje 4 model is eigenlijk vrij simpel. Als je alle 4 de bladen op orde hebt, dan word je gewoon een gelukkige school. En we zijn hier allemaal hier voor mediawijsheid. Nou, in ons past het prima in digitaal burgerschap. En is mediawijsheid maar slechts één deel van het klavertje 4 model. Want wij hebben het dan over digitaal burgerschap, normen en waarden, zelfredzaamheid, mediawijsheid. Hoe gaan we daar eigenlijk mee om met die nieuwe media? Wat wij eigenlijk interessant vinden zijn ook de andere bladen. Want ja, voor scholen lopen de discussies dwars door elkaar heen. Je zou dus ook gewoon sociale media kunnen inzetten voor samenwerking. Wat zijn de thema's die erboven liggen? Samenwerking met bijvoorbeeld ouders, ouderbetrokkenheid, samenwerking met leerlingen, met de buurt. Thema's die er ook in zitten, het nieuwe werken. Werk je niet in het onderwijs, weet je waarschijnlijk wat het nieuwe werken is. Het onderwijs zal zich daar ook iets mee kunnen doen. Wat betekent dat dan voor het onderwijs? En hoe kunnen scholen zich daarop op aanpassen en zelf ook op die manier kunnen gaan werken? Als je het hebt over sociale media, is het ook heel vaak dat mensen denken, vooral in krimpgebieden, we moeten iets met sociale media voor externe communicatie. En dan heb je het over profilering. Wat is het belangrijk voor scholen als je in een krimpgebied zit, zodat je wel nog steeds goede mensen binnenkrijgt, goede docenten binnenkrijgt, maar ook dat je genoeg leerlingen kan krijgen. En dan is hoe je als school in de buitenwereld bekend staat, is dan heel erg belangrijk. Dat betekent ook dat je daar niet alleen de offline kanalen op moet aanpassen, maar ook gewoon de moderne kanalen. Waar het ons vooral eigenlijk om gaat, is die didactische meerwaarde. Oftewel, hoe zet je sociale media in binnen je klas? Nou, het sluit prima aan wat ik er net al hoorde. Die 21st century skills. Zijn de vaardigheden die kinderen dadelijk nodig hebben, zijn er nog steeds dezelfde vaardigheden dan toen ik op school was, 10 jaar geleden? Oftewel, er is iets aan het veranderen. Aansluiten bij een belevingswereld van kinderen. Hoe zet je daar, daar kan je sociale media prima voor inzetten. Passend onderwijs, dat betekent dat je meer op maat meer kan gaan differentiëren. Nou, hoe je dat allemaal kan doen, ik heb gewoon een minuut over hier. Hoe je dat allemaal kan doen, stand 1 staan we. Ik wil u graag uitnodigen om meer over met mij hier in discussie te gaan. Ik denk dat het een prima onderwerp is. Nog even toevoeging, klavertjes 4 groeien niet in de lucht, dat weet je waarschijnlijk ook. Dat betekent dat je wel het gras ook eronder moet voeden en ook je organisatie en middelen vanuit de school goed moet organiseren. Hoe je dat allemaal kan doen, stand 1, ik leg het u allemaal heel graag uit.